mis. Hé, kunnen jullie niet raakmikken, wat? Zo, je bent vrolijk. Ja, het is een mooie dag. Hé, moet je die kinderen nou toch zien genieten? Dat is toch heerlijk. Au, die was wel hard. Maar u staat gevangen in een schandpaal. Ja, dat klopt. Ja, dat is logisch. Ja, wat heeft u gedaan? Ja, ik heb een brood gestolen. Dat had ik ook niet moeten doen. Hè? Sorry. Nou, jongens, kom op, gooi. Hupsakee. Dit is toch vreselijk. Valt best mee. En die stank van die rotte eieren, dat is toch zo vies. Ja, ik stink een uur in de wind. Dat klopt. Maar ja, het kan allemaal nog veel erger. Oh ja? Ja, kijk naar hem. Hij heeft een schaamfluit om. Die krijg je om als je een slechte muzikant bent. Valse noten. Hallo. En zij daar verderop, zij draagt een schandsteen om de nek. Oeh, nou dan heeft ze wel iets vreselijks gedaan, hè? Moord, overspel. Nee, veel erger. Ja, ze was te laat voor de kerkdienst. Oh, en hij, wat heeft hij gedaan? Hallo. Nou, hij is ongelovige, sodomiet. Een sodomiet? Ja. Gay? Nou, ik zeg liever een LGBTQ'er. Ja, een zondaar. Oh, en daarom zit hij achterstevoren naakt op een paard. Natuurlijk. Zo zijn de regels. En de regels moet je handhaven. Ja, en daarom staat u in de schandpaal. Ja, maar ja, dit is nog een feestje vergeleken bij een heleboel andere straffen, hoor. Oh ja, zoals? Ja, wat dacht je van handhaafhakken bij diefstal of je tong uitrukken voor leugenaars? Vreselijk. En dan heb je nog onthoofding. Ook geen pretje? Nou, dat is een hele eer. Want onthoofding, dat is top. Hè? Daar merk je helemaal niks van. Nee, weet je wat pas erg is? Nou? Verbanning. Ja, dan word je naar een andere stad gestuurd waar je niemand kent. Vreselijk. Succes dan, hè? Ja, dank u wel. Ja. Hey, en u ook een fijne dag. Ja. Hey, jongens, genoeg erbij. Eventjes die poorten meenemen als jullie willen. Nee. Pak hem. Dit is zo goor. En terug naar de studio. Dit was de schandpaal. Joop, ze snuit.